Hoewel er nog steeds waterlopen droog staan of minder water bevatten dan gewenst, is de situatie gestabiliseerd en zelfs iets verbeterd. Dat meldt waterschap A en Maas. Door de regenval van afgelopen tijd zijn de ergste problemen voorbij. Maar het waterschap houdt de vinger aan de pols, met name rondom Boekel, Schijndel, Deurne en Helmond. Het beregeningsverbod uit oppervlaktewater blijft dan ook van kracht. Het aantal gevallen van oog is afgenomen.